Nou, opnieuw rellen in meerdere Engelse steden afgelopen weekend. Allemaal na die steekpartij vorige week, maandag, in Southport. Waarbij een 17-jarige jongen instak op kindertjes. Twee kinderen kwamen erbij om het leven. Sinds die tijd zijn er rellen. Er ging een verhaal rond op de socials. Dat dit een, een islamitische man zou zijn van 17 die dat gedaan zou hebben. Wat niet zo bleek. Hij is in Engeland geboren, van Rwandese ouders overigens. Maar toch, er is nog steeds een hele hoop ellende aan de gang. En de Britse kerstverse premier Starmer heeft nu rails Schoppers gewaarschuwd gezegd: ik garandeer dat jullie er spijt van krijgen als je deelneemt aan deze extreemrechtse gewelddadigheden. People in this country have a right to be safe, and yet we've seen Muslim communities targeted, attacks on mosques, other minority communities singled out, Nazi salutes in the street, attacks on the police, wanton violence alongside racist rhetoric. Dus so nee, no, ik won't shy away from calling it what it is. Far-right thuggery. Ja, dit is ultra tuig al dus de nieuwe premier van Engeland. We gaan naar Lia van Beckhoven, onze correspondent in het VK. Lia, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Is dat, heeft hij gelijk? Is het, zijn het extreemrechtse hooligans? Nou, zeker is, zoals je de premier ook hoorde zeggen... dat ze uh, veel dragen Engelse vlaggen. Uh, hm. Ik zag er een met inderdaad een hakenkruis op zijn rug, uh, getatoeëerd. Ze roepen, uh, wij zijn Engels. Uh, ja, veel identificeren zich inderdaad als ultra-rechts... zeker als alti-moslim, racistisch... en zijn, niet allemaal, maar soms uh, aanhangers... van extreemrechtse organisaties... Die, die dit soort juist provoceren... Ja. Waarbij ook moet worden gezegd dat in uh, veel steden... ook tegendemonstranten optreden. Die zijn er uh, bij de rellen. Die zijn er als de rellen voorbij zijn. Die komen puin ruimen. Die helpen weer een moskee in Southport bijvoorbeeld op te bouwen. Ik bedoel, dat putje eromheen. Hè, afgebroken door die rellenschoppers van vorige week... omdat die Stenen nodig hadden om naar de politie te gooien. Ja. Uh, die muur is door metselaars uit de buurt gratis weer hersteld en zo. Er zijn ook heel veel verhalen van buurtbewoners... die pizza's bij de imam afkomen leveren uh, na afloop. Dus je ziet eigenlijk, uh, zoals één burgemeester zei... de slechtste en de beste kant van uh, de burgers. Tja, die relschoppers. Is dat nou gewoon, hè? Het, is, het is redelijk goed weer bij jou. Uh, ze hebben niks beters te doen, het is vakantie... dus we gaan lekker de straat op en, uh, en tegen de politie mekaar slaan. Of, uh, of zijn het echt mensen met een... Met een doel? Nou, ik denk dat als het begint met stortregenen. en je hebt een flinke onweersbui. Ja, dan dan. Uh, precies, dat het dan. Uh, hmm. tot op grote hoogte ook zeker zal ophouden. en voorbij zal zijn. Ja. Het is een combinatie van wat je zegt. Het is zeker een combinatie van extreemrechtse provocateurs. Uh, je had het over social media. Dat is niet natuurlijk uh, toevallig. dat zij die asielzoeker. Um, dat, dat zij. De verdachte van de moord op die drie meisjes van die steekpartij. een asielzoeker noemde. die vorig jaar naar het Verenigd Koninkrijk is gekomen. en die moslim is. dat was helemaal niet waar. Maar dat maakt niet uit. Tegen die tijd waren de demonstraties al begonnen. en was dat juist ook iets wat de vlam in de pan deed slaan. ook al was het gebaseerd. Op helemaal niets. Ja. Uh, je hebt ook, moet ik je zeggen, bij die mensen die demonstreren of uh, die rellen schoppen, wat dus premier Stalmer extreemrechtstuig noemt, mensen die zich oprecht zorgen maken om migranten, om omvolking. Uh, of dat nu waar is of niet, ze maken zich er druk om. Mm. Wat zij willen is grenzen dicht. Ja. Dat zeggen in ieder geval sommigen. Ze zeggen dat ze het spuugzat zijn, dat roepen ze ook. Maar om dan drank te jatten en de bibliotheek af te branden. of te proberen Zo. asielcentra ja. in de fik te steken. Kijk, Starmer zegt. Het maakt niet uit wat je voelt. Als je zoiets doet, dan ben jij crimineel. Absoluut. De schade van de rel inmiddels loopt ook aardig op. Hè? De schadesom, geloof ik. Tuurlijk. Dat, loopt, dat zal vast in de honderden miljoenen gaan lopen. Ja. Um, kijk, wat mij opvalt. is dat uh, de politie het niet altijd in de hand heeft. En dat is het probleem natuurlijk. Ik bedoel, je hebt plekken gehad en je hebt ook kunnen zien dat de politie verschillende keren zich heeft moeten terugtrekken om te hergroeperen omdat er gewoon niet voldoende mankracht was. Ja. Uh, dat is ook, vind ik, Dan is het ook interessant vind ik, om te zien hoe Starmer dit aan wil gaan pakken. Ja. He, op dit moment zijn er, ik geloof iets van 300 mensen gearresteerd. Ja. Nou, ik kan je zeggen, Bas, het gaan er veel, 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 veel meer worden. Ja. Precies. De daders, zoals Starmer heeft gezegd, gaan snel en hard worden gestraft. Er zijn extra juristen ingehuurd. Rechtbanken gaan s'avonds open blijven. Het weekend gaan ze ook doordraaien. Dat moet afschrikken. En dat gebeurde ook in 2011, bij de laatste grote rellen in het land. Toen, moet ik je zeggen, was er veel meer politie op straat dan nu. En dat op zich geeft ook de indruk van, hé, hey, de politie kan het niet aan. Ja. En dat op zich kan natuurlijk ook weer meer en in de hand werken. Duidelijk. Dank je, vk correspondent van het Lier van Bekhoven.